Naast de verschillende voetenbewegingen gebruikt de danser ook veel handgebaren. Bij het doen van dansfrases zijn deze handgebaren alleen voor de sier. De ogen zijn ook erg belangrijk en worden gebruikt om de betekenis en ook de emotie van een verhaal te benadrukken. Alle combinaties van voeten, knieën, armen, handen en torso samen hebben in de Bharatanatyam-stijl de naam Adho. Dat kan gezien worden als een danspas. Er zijn 9 soorten Adho's met elk hun eigen kenmerk. En deze vormen de basis van de techniek van de Bharatanatyam. In de Odissi-dans wordt het lichaam opgedeeld in 3 onderdelen. Het hoofd, torso en de heupen. En dat zie je terug in de bekende S-beweging in de houding van de dansers. Deze positie heet Tribhangi en is erg bekend. Net als bij klassiek ballet vergt het heel veel oefening om die technieken allemaal te leren. Indiase kinderen worden dan ook van de jongs af aan getraind in de Indiase danstechniek. Goed of fout? De heupen zijn erg belangrijk in de Indiase dans. Fout. Er ligt geen nadruk op de heupen in de Indiase dans. Goed of fout? Alle Indiase dansers dragen een rood teken op het voorhoofd. Goed. Het teken representeert het derde oog. De bewegingen en de expressie van de danser beelden de verhalen of personages uit. De handgebaren zijn heel erg kenmerkend. Het uitbeelden van de handen heet nritya. De expressie van emoties via de gezichtsuitdrukkingen heet abhinaya. Er zijn 9 hoofdemoties en het overbrengen van deze emoties is het doel. Als dit succesvol gebeurt, dan wordt er rasa gecreëerd. Rasa betekent smaak. Shringara. Hasya. Vira. Raudra. Bayanaka. Pibatsa. Adbhuta. Karuna. Shanta.